Oké, bij deze heel snel een video tussendoor. Dus ik ben hier op locatie. Ik ga ondertussen mijn motor ook opladen. Maar ik heb mijn fototoestel en mijn smartphone bij. Dus ik ga opnieuw... Het is eigenlijk een vervolgvideo op de video waarbij dat ik met de... Dat ik rouwopnamen gemaakt heb met de smartphone. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus we gaan eens proberen op locatie een paar foto's effectief te maken. Die video dat ik eerder gemaakt had, was in het... Eigenlijk bij het bewerken van de video zag ik het altijd maar donker en donkerder worden. Ik heb ook niet durven het licht aansteken. Omdat dan het licht volledig zou veranderen in de video. Maar dus hier hebben we meer licht. En terwijl dat... dus ga je letterlijk op de parking een paar foto's maken. Van wat dingen die ik vind in de omgeving. We zullen beginnen met de Moment app. En dan doen we straks de Lightroom app. Nu, de beide apps werken grotendeels op dezelfde manier. Dus het grootste voordeel is dat je kunt manuele instellingen. Dus dat je alle instellingen manueel kunt aanpassen volgens wat nodig is voor een bepaalde scène goed in beeld leggen. Wat dat opvalt is al direct dat dat scherm echt wel een kwaliteitsscherm is. Dat is de iPhone 8 hier trouwens. Hè. Ja, ik zal van de foto's dan, ik zal ze in deze video proberen plakken ook en dan kan ik ook het formaat enzovoort bespreken. Ik weet nog niet hoe dat de Lightroom gebruikt, het DNG-formaat. De Moment app weet ik nog niet welk formaat dat juist gebruikt. Ik weet wel dat het rauw is, maar ik zal dat wel zien wat dat geeft. En dan gaan we ook de bestandsgrootte en dergelijke meer op de... Maar dat moet ik eerst op de computer kijken dan. Want ik denk niet dat dat allemaal gaat op telefoon alleen. Het grootste nadeel van die kleine sensor is dat ze niet zoveel dynamisch bereik hebben. Dus je moet al snel je hooglichten gaan beschermen. En dat kun je doen met de belichtingscorrectie. En bij beide apps heb je de mogelijkheid om een belichtingscorrectie in te stellen. Dat zie je hier. En ze werken alle twee op dezelfde manier. Ja, de Moment app had een groter bereik, ging tot min 8. Terwijl dat de Lightroom 8 tot min 3 ging. Maar min 3 volstaat in de meeste gevallen wel hoor. Maar dan het gemakkelijke aan beide opties is dat je die waarde ook heel gemakkelijk terug kunt resetten door de waarde te dubbel tappen. En dit is dan de Lightroom app. Ik zal ongeveer dezelfde foto's proberen maken. Dan kunnen we ze één op één vergelijken. Nu, met Lightroom heb ik in het verleden wel al ervaring. Ik heb die al getest voor straatfotografie bijvoorbeeld. En er waren eigenlijk twee grote problemen met de app. Eén was dat je soms gewoon een felgroene afbeelding kreeg. Dus een foto die niet correct opgeslaan was of niet correct gemaakt was. Ik weet niet waar dat juist probleem zat. En het andere probleem is dat het geheel nogal traag reageert. Toen mij vooral denken aan de middenformaat, de Fujifilm GFX 50R. Die ook, als je een foto maakt, dan moet je echt wel... Er is redelijk wat verwerkingstijd nodig. De keer dat de foto gemaakt is, dan zie je hier aan die knop dat die tijdelijk niet beschikbaar is. En je kan pas daarna een nieuwe foto maken, dus je moet echt je moment heel goed kiezen. Wat er ook is, is de opstart van de app. Dat is vaak ook vrij traag. Hier wissel ik nu tussen de twee apps. Tussen de Lightroom en de Moment app. Dan probeer ik snel wat foto's, hier is het bijvoorbeeld geblokkeerd. Dan probeer ik snel wat foto's naar elkaar te maken. En het gebeurde eigenlijk zelf bij de Moment app dat die volledig niet beschikbaar was. Dus als ik, als ik hier nu naar de Moment, kijk dan verschijnt dat logo. En dan kan ik eigenlijk de app niet gebruiken. En soms komt het er dan na een tijdje wel door. Maar het kan soms ook echt wel heel lang duren voordat de app er echt doorkomt. Dus echt stabiel is het niet. Oké, en ondertussen heb ik ook al eens gekeken of je de foto's eigenlijk op de telefoon zelf kunt bekijken. En dan zie ik al meer verschil tussen de twee apps. Dus waar dat het grootste verschil tot nu toe, ja, misschien in de snelheid en dan in het aantal stops zat, merk ik dat de Moment app de foto's gewoon direct opslaat in uw bibliotheek, fotobibliotheek. Dus de foto-apps van Apple zelf. Terwijl voor Lightroom, die slaat die foto's natuurlijk op in zijn eigen Lightroom Cloud bibliotheek. Dus het voordeel daarvan is als je op de computer Lightroom opent, dan zijn die foto's daar ook beschikbaar als ze gesynct zijn. Maar goed, dat kun je met Google Fotos of de Apple Fotos apps kun je dat ook allemaal bereiken. Dat maakt het wat lastiger om die foto's te bewerken in andere apps. Dus de Moment foto's kun je heel gemakkelijk in gelijk welke app openen. Als je de foto's wil openen vanuit de Lightroom app, dan moet je eigenlijk
Eerst in de Lightroom app kijken waar het de foto staat en daar dan een export doen. Bij die export kreeg ik dan natuurlijk al eerst direct een JPEG. Dan kun je kiezen of dat je een beperkte grootte of een volledige grootte JPEG wilt. Of maximale grootte in elk geval. Maar om echt het origineel bestand te hebben, moet je al gaan zoeken in de instellingen. Dan heb je een exporteer origineel optie. En dan kun je wel het DNG bestand eruit halen. Het bijzondere aan die bestandsfoto's... Ja, ik zal ondertussen de foto's zelf ook laten zien in de video. Dus het bijzondere aan zo'n RAW bestandsindeling is dat specifiek is per fabrikant. Nu, blijkbaar gebruikt... Dus Lightroom gebruikt natuurlijk zijn eigen formaat DNG. Maar blijkbaar gebruikt de Moment App ook het DNG-formaat. Dus in dat opzicht is het allemaal nog wel vrij gemakkelijk mee om te springen. En de foto's die ik nu in de video nog laat zien, zijn allemaal al bewerkte foto's. Hè. Dus dit is in Lightroom afzonderlijk nog bewerkt en geëxporteerd naar JPEG voor het tonen in de video. Bedankt voor het kijken.